Ja, zondagmiddag 28 april. Ik sta hier voor het Theater Kunst en Vliegwerk. Want hier is vanmiddag een bijzonder optreden. Ze stond op wereldpodia, trad op met wereldsterren van de opera, van de musical. En ze is nu terug in het Oost-Groningse, want ze heeft hier 7 jaar gewoond. Ik heb het over Gail Gilmore. Vanmiddag schotelt ze het publiek hier een programma voor met gospels, met spirituals, met pop en jazz. Kortom, van alles door de tijd van de muziek. Ja, eerste concert voor dit seizoen met een wereldster. Gail Gilmore, bekend van het Old Amsterdam Muziekfestival. Fly away in the morning when I die. Hallelujah by and by. Oh, fly away. Wie ging terug in die tijd, 10 jaren her, waren ze nog inwoner hier van diesem gebied? Ja, die waren in Den Haag. Bellingwolde. Bellingwolde, ja. Ja, ja. Het was zeer schön in Bellingwolde. En ik heb zeer veel geleerd in Bellingwolde, ook door die muziekfestivals. En die, wie zegt man, deze ganze gebied met zo sympathische, lieve Leute. Ik meine, ik vind het is ganz toll hier. Just what? En toen we dit theatertje hadden, kwam ik Gail weer tegen. Ze zei, Gail, wil je een keer bij me zingen? Ja, natuurlijk kom ik bij jou zingen, zei Gail. Ja, maar het is inmiddels 10 jaar geleden dat zij vertrok hier uit Den Ham, hè? Ja, zeker. Het laatste keer dat ik de optreden was, heb ik haar het beeld geschonken. Ja, we hebben mooie beelden op de achtergrond, een buste die jij gemaakt hebt. We zijn altijd na die tijd toch wel goede vrienden met elkaar gebleven. Vanuit München is hier naartoe gekomen om hier bij Marten en Annie Grufstra op te gaan treden in het theatertje Kunst en Vliegwerk. Nou, wat willen we nog meer? Ze hebben voor heute een speciales programma gemaakt, heb ik gehoord. Voor de pauze gaan we terug in die sklavenmuziek en zo weiter na de pauze. Ik vind het zeer interessant, want viele Lieder, dat is van Afrika gekomen, of dat Rhythmus van Afrika, en dan in de Sklaverei, immer met das Wasser zu tun, en immer Freiheit zu tun. En dan auf einmal is man frei, en dan man singt Gospels, en macht jeder, wie sagt man, singt über alles, inklusive de Telefon. Oder eventuell wird man eine Gospel singen über die Handy vielleicht oder SMS. Ich habe dieses Lied gehört in Bayern von einem Gospelchor in Bayern und die waren alle Bayern, die waren alle Deutsche. Habe ich gesagt, ich habe tot gelacht. Ich habe mich tot gelacht. Ich habe gesagt, das darf nicht wahr sein. Hier in Bayern muss ich dieses Lied wieder hören. Und das werde ich für euch singen. Es hat mit dem Telefon zu tun. Und wir werden jetzt eine Verbindung jetzt mit Jesus. Also es ist irre. Es ist doch wirklich irre. Ik ben van voorjaar aan de gang gegaan om een aantal mensen uit te nodigen. En ik heb er 10 optredens momenteel op het programma staan. Ik heb Irene Wilkers, die net de Streektaalprijs gekregen heeft. Hele goede hè. Ik heb Gert Sinema, Westkantstad. Hele goede muzikanten. Ik heb Annemarie Bovenkamp en haar partner Rob. Die komen hier een voorstelling doen over Leonard Cohen. Ik heb hier een benefietconcert K6
En dat, al dat geld, ook wat hier dus, wat wij omzetten hier in het theatertje, gaat volledig helemaal naar het Orgelhospice in Winschoten, Sint Maarten Hospice. Dus Arnold Veeman. Alle redenen om in de gaten te houden wat er allemaal geboden wordt in theater, kunst en vliegwerk. Maar hoe kunnen mensen het volgen? Waar staat het? Facebook, mijn Facebook. Wat brengt u vandaag hier naartoe dan? Affiniteit met Gail, omdat ze in Bellingwolde de boerderij heeft gehad en daar ook optredens verzorgd. U kent Gail Moore vanuit het verleden? Ik ben één keer bij haar op de boerderij in Bellingwolde. Was Bellingwolde of heet dat? Den Ham? Ja, Den Ham bij Bellingwolde. Ja. Nou, en mijn vriendin die woont ook in Bellingwolde en die kwam daar ook regelmatig. En het genre wat ze zingt, want ze is opera diva, hè? Maar ja, we horen nu iets heel anders. Maar de stem heeft niet ingeboet hoor. Nee? Nee. Geweldig. Ik heb nog Adele aangehoord heute Mittag. Ja, ik meine, deze Bob Dylan-lied, To Make You Feel My Love, had mich sofort fasziniert. Maar wie Adele dat maakt, vind ik een beetje langweilig. So, ik heb een beetje gospel daarop gemaakt. En een vriendin van mij, dat maakt mijn homepage, Thea de Boer, had gezegd, ik heb dat lied überhaupt niet erkend. Ik heb gezegd, ja, wenn ik fertig damit ben, kan man dat niet erkennen. Het is dezelfde trick, was Mahalia Jackson had gemaakt. Ze had zo improvisiert, dat man hat das Lied, die Lieder gar niet erkend. En dat vind ik schön. Ich sage immer die Studenten, man muss sich selbst sein. Man dürfte niemanden kopieren. Man muss ein Original sein. Und man muss sich selber lieben und fest überzeugt, dass was Gott hat dir gegeben, muss die Welt erleben. Sind unter die Leute, die sie Unterricht geben, sind da neue Gay Gilmore Stars? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, ein Georg Gilmore auf dieser Erde ist genug.